We zoeken een juffrouw met een superleuke glimlach. Hallo, ik ben Eline. En ik ben Lotte. Wij willen juffrouw Ria opgeven voor de juffrouw van de week. Ze draagt altijd hip op kleren, ook al is ze nog zo oud. En ze heeft een super glimlach. Alsjeblieft. Nee, het is toch, ik heb het wel eens gezien bij TV8. En ik heb er ook wel eens gedacht van dat, nee toch. Ze doet altijd alles voor, heel aardig. Wat is het gekste van haar? Ze maakt soms wel pakjes. Als ze boos is. Wat doet ze dan? Dan is ze een leuk gezicht. Dan heeft ze een lollig gezicht. Ja. Ik weet niet hoe dat grappig uit moet zien. Maar, En is ze al oma? Ja! Ze is nieuw oma geworden. Ze heeft weer een nieuw kleinkind. Ja, ik ben inderdaad waarschijnlijk ook een juf die heel makkelijk met de kinderen over alles praat. Wat bij hun thuis gebeurt, maar ook wat bij mij gebeurt. Ja, we zijn geen vreemden van elkaar. Ze draagt hip-hop kleding? Nee! Wie? Nee. Hip? Nee. Nee. Dat denk ik eigenlijk niet zo. Na. Ze moeten mij lekker zitten. Gewoon kleren, ja. En de juffrouw zegt dat dit de leukste klas is. Van de hele school. Als ik dit nou zeg, de leukste groep, die kreet heb ik wel eens vaker gebruikt. Maar als ik naar deze klas kijk, zo'n grote groep, ja, moet ik echt zeggen, zo'n grote groep is echt de leukste groep die ik gehad heb. Ja.